Kaag de fout is ingegaan met de witwasregels. Ik zou eigenlijk een brief willen voor morgen, haar eerste termijn, waarbij ze tekst en uitleg geeft van het dat ze haar zakelijke en financiële belangen in een stichting heeft ondergebracht en verzuimd heeft zichzelf als belanghebbende daarin op te nemen. Dank u wel, meneer Van Dijk. Het zou goed zijn, het hoeft nu niet, maar voordat we morgen beginnen, om een klein briefje te krijgen hoe dat precies zit. Want als ik dat doe, dan betaal ik 22.000 euro boete. Meneer Van Dijk, het is helder. We gaan nu niet die discussie aan. U heeft gevraagd om informatie en dat ga ik doorgeleid naar het kabinet. De minister wil meteen daarop reageren. Zo'n totale goedkope onzin weer. Er is in de brief van de minister-president al bij het aantreden gezegd welke bewindspersonen wat op afstand hebben gezet. En dat het op afstand staat, wordt het via een aangewezen notaris, door de landsadvocaat, door het kabinet, wordt het verder afgehandeld. Bij andere gevallen...